Aan een van de invalswegen bij Oosterwijk ziet men al op afstand de prachtige Kerkhovense stellingmolen uit 1895 staan. Oorspronkelijk stond hier een houten molen uit 1369, maar na een verwoestende brand werd deze fraaie molen gebouwd. Niet dat het daarna altijd goed is gegaan. Zo was er in 1910 weer een grote brand en moest de molen weer worden opgebouwd. Vanaf die tijd beschikt de molen over 4 koppels stenen, waarvan 2 koppels toen gebruikt werden voor het malen van schors voor de leerlooierijen en 2 koppels voor het malen van graan. Ook kwam er een stoommachine in een apart ketelhuis. In de crisisjaren van de vorige eeuw en door de oprichting van nieuwe maalderijen raakte de molen in verval. Maar hij werd in 1926 hersteld en kreeg de naam die hij nu nog steeds met trots draagt. Het leven van een molen gaat niet altijd over rozen en dat geldt zeker voor de Kerkhovense molen. Na de Tweede Wereldoorlog dreigde de wieken voor altijd stil te blijven staan en als de gemeente in 1953 de molen koopt, wordt het een jeugdherberg. Wat u nu ziet is een fraaie molen waarvan het westelijk deel in 2005 is voorzien van een zwarte coating om de vochtproblemen tegen te gaan. De molen is nu weer volop in bedrijf en maalt heel wat kilo's graan. U kunt er een kijkje nemen en er een kopje koffie drinken. Of in de winkel verse groenten kopen uit eigen tuin. En als u wilt, kan de molenaar u alles vertellen over zijn werk.